start van deze vergadering. Nogmaals van harte welkom. De tweede keer dat we als gemeenteraad zo digitaal bij elkaar zitten. En u heeft gemerkt in de beginnen was ook hier weer wat aansluitingsproblematiek aan de orde. Ik hoop dat we daar gaandeweg overheen groeien. Maar u heeft al een tijdje zitten wachten voordat we officieel konden starten. Excuses daarvoor. Dan gaan we naar de reguliere agenda toe. Die is vastgesteld. Die moet worden vastgesteld. En die ik nu als agenda punt 3 dan aan de orde stel. Wenst iemand een punt, ja, dat had ik verwacht, over de agenda het woord te voeren? Dat geldt ieder geval voor de heer Blanken. Hij heeft als eerste het woord, wat mij betreft. Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag motie 2020-05 over terugkeer auto's in de Vriesstraat Noord aan de agenda toevoegen. Oké. Maar dan stel ik u voor dat u dat doet in het kader van het bespreken van bespreekpunt 8.1. Waar het over dit onderwerp. Het is wel een motie die opdraagt om de besluitvorming ten attentie van agenda punt 8.1 uit te stellen. Ah zo, ja, oké. Dan is het terecht dat u dat hier inderdaad aan de orde stelt als een mogelijk punt van orde. Maar u meldde het als een motie vreemd aan de orde van de dag, bij wijze van spreken. Dat zou dan betekenen dat we het als laatste inhoudelijk agendapunt bespreken. Dat is dan ook niet uw bedoeling. Maar u heeft eigenlijk een voorstel wat tevens een punt van orde zou kunnen zijn. Mag ik u daarbij ook voorstellen dat we toch dat als eerste bij de kop pakken bij het bespreken van bespreekpunt 8.1. Want ik ga ervan uit dat u toch de behoefte heeft om het onderwerp inhoudelijk wel te kunnen adresseren. Om te motiveren waarom u tot die conclusie komt. Maar dat is dan een conclusie die voortvloeit uit het debat over het onderwerp. Die alsnog natuurlijk kan leiden tot een uitspraak van de raad bij monden van een motie. Dat klopt. Dat doen? Ja, akkoord. Okay. Maar dan is helder dat het inderdaad nu niet een voorstel van orde is om het hele agendapunt af te voeren. Maar dat het wat u betreft een mogelijke uitkomst van de bespreking van agendapunt 8.1 is. Ja. Helder, dank. Dan is dat de reactie en de vaststelling naar aanleiding van uw woordmelding. Ik heb ook het verzoek gekregen of ik van mevrouw Katerberg over de agenda, of ik die het woord zou willen geven, mevrouw Katerberg. Ja, dank u wel. Een voorstel voor wijziging in de agenda om hamerstuk 6.1, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken het algemene plaatselijke verordening, Koevoorde 2020, toch als bespreekpunt te behandelen in plaats van als hamerstuk. Oké, en uw motivering daarvoor is, want u heeft natuurlijk in commissieverband met elkaar besloten dat dat een hamerstuk zou kunnen zijn. En u weet dat we daar afspraken over hebben wat er dan voor nodig is om van een hamerstuk toch een bespreekstuk te maken. Dan zal er toch een inhoudelijke aanleiding moeten zijn. En die kan natuurlijk heel goed zijn. Dus, Ja, klopt. Daar gaat onze woordvoerder, de heer Heling, straks op verder. Dat gaat over lachgas en over vuurwerk. Ah ja. Daar heeft u wel in de commissie al melding van gemaakt. Dus in die zin is het consequent. Maar ik vraag wel eventjes aan uw collega raadsleden of er een van u is die er bezwaar tegen heeft, heeft om dit toch alsnog een bespreekpunt te maken. Ik ga ervan uit dat u zich dan wel meldt. Als u er geen bezwaar tegen heeft, dan doen we het zo dat we hier agendapunt 8.2 van maken. Mevrouw Vissering meldt zich dat ze op dit punt even een aanvulling zou willen maken. Mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat het CDA dit als van hamerstuk graag bespreekpunt wil maken. Wij vinden dat er in de commissievergadering, het was heel laat op de avond. Wij vinden dat agenda tijdens de commissievergadering niet voldoende besproken is. En dat het eigenlijk ons een beetje overkomen is dat het een hamerstuk is geworden. Dat betreft de VVD-fractie. Dus wij ondersteunen het voorstel. Prima, dan is het voldoende ondersteund ook. Ik zie ook geen bezwaren, dus dan doen we dat conform het zojuist gedane voorstel als bespreekpunt 8.2, het tweede bespreekpunt. Dan hebben we dus nu twee hamerstukken over, maar we zijn nog niet helemaal door de behandeling van de agenda. Ik zie in de chatlijst dat er
gevraagd wordt, kunnen wij amendementen indienen bij 8.1. Dat komt bij het betreffende agendapunt, stel ik vast. Dat is de reguliere wijze van doen, dus ook digitaal. Ik kijk echt even naar, is de agenda thans dan zo, hè, zoals u dat zou willen bespreken vanavond? Dan hamerstukken. Twee hamerstukken, geen stukken met een voor- en stemverklaring en twee bespreekstukken. Ik heb nog een opmerking, voorzitter. Dat is de heer Boy, hoor ik. Ja. Dank u. Ik had ook op de chatlijst gezet dat ik het woord wilde. Ik wil namelijk een motie vreemd aan de orde van de dag aankondigen. Maar ik heb wel gezien dat het al geagendeerd is onderaan de agenda. Dus ik denk dat het al goed is. Het is wel goed dat u dat nog even alsnog doet. Want dan hebben we wellicht verschillende agenda's. Dat klopt. Hij is toegevoegd op IBAS, maar het is wellicht niet de gepubliceerde agenda dus, die u nu heeft. Ik stel voor dat u toch even het onderwerp van de motie noemt. Ja, het onderwerp van de motie is een wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Ja. En u vraagt daar een uitspraak over van de gemeenteraad. Ja. Dan stel ik voor dat we die inderdaad als laatste bespreekpunt dan toevoegen aan de agenda. Dus dat wordt dan 8.3. van vanavond, waarbij we dan als laatste spreken over dit onderwerp in de vorm van een motie die door de heer Boy zojuist is aangekondigd. Ja? Verder geen opmerking over de agenda? Ik zie niets tenminste, dus dan ga ik het zo vaststellen. Dan zijn we thans bij de vaststelling van de besluitlijst van de vergadering van 21 april jongstleden. Wenst iemand daar het woord? U heeft gezien dat ondanks het feit dat het een digitale vergadering was, er toch nu letters op papier staan. Dat oogt vrij ouderwets. Het contrast is nu groot met de manier waarop we hebben vergaderd. Het is dus ook een beknopte besluitlijst. Maar als het goed is bevat het datgene wat we met elkaar hebben gedaan en besproken. Geen opmerking daarover. Dan is die conform vastgesteld. Dan ga ik met u naar de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Daar heeft u in commissieverband de gelegenheid gehad om uitvoerig ook naar de achtergronden van die afdoeningsvoorstellen te vragen. Dus ik ga ervan uit dat er geen behoefte is om alsnog hier bij stil te staan. Kunnen we conform besluiten? Dat is het geval. Dan is conform de afdoeningsvoorstellen besloten. Dat brengt ons dan meteen bij agenda punt 6. Dat zijn de stukken die met één hamerslag kunnen worden afgedaan. Dat is het voorstel, wat nu resteert althans van die hamerstukken, is het voorstel van het seniorenconvent in zaken de rekenkamerbrief over de quickscan van het bestuursprogramma Ruimte om te doen. En het voorstel van het college in zaken de concept RES regio Drenthe. Daarvan is na een bespreking in commissieverband vastgesteld dat het bij een hamerklap kon worden besloten conform. En dat is dus hierbij ook het geval. Dank u wel daarvoor. Dan zijn we inmiddels dan bij agenda punt 7. Stukken met een korte stemverklaring zijn niet geagendeerd. Onder agenda punt 8. Het eerste bespreekpunt is het voorstel in zaken het compacter maken van het voetgangersgebied door het toelaten van auto's in de Friesestraat Noord en de Bentheimerstraat. Al hier natuurlijk in Koevoorde. Het tweede bespreekpunt straks daarna zal dus zijn, ik recapituleer het toch maar eventjes, het voorstel in zaken de Algemeen Plaatselijke Verordening Koevoorde 2020. En het laatste bespreekpunt zal zijn de door de heer Boy aangekondigde motie in zaken rekenkamers. Vreemd aan de orde van de dag. Dan gaan we dus, en daarna is de sluiting van deze zitting, maar dan zijn we wel wat woorden verder. Er zijn al een aantal woordmeldingen over agenda punt 8. Maar het lijkt mij dat het misschien ook voor de hand ligt dat ik begin met degene die zich zojuist al meldde. En zei ik zou me kunnen voorstellen dat we dit voorstel helemaal niet vanavond behandelen. En dat is de heer Blanke. Dus ik heb de heer Blanke staan en daarna heb ik inderdaad de woordmeldingen van de heer Mulder, de heer Stoker, mevrouw Klein-Gunnewijk, de heer Hoedemaker, mevrouw Siebe. In de volgende, zoals u ook in de chat ziet staan. Dat zou doen, kan ik de heer Blanke het woord geven.
Meneer Blanke, Partij van de Arbeid, gaat uw gang. Nou, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt vandaag het stuk over het compacte maken van het voetgangersgebied door het toelaten van auto's in de Friesestraat Noord. Dit heeft de burgers in onze gemeente de laatste tijd veel bezig gehouden. Bij ons roept het ook nog veel vragen op. Hoe gaat u dit plan handhaven? Wat gebeurt er als de auto's langer parkeren dan een half uur? Wat gebeurt er als de auto's na 6 uur nog niet weg zijn in de straat? Is er überhaupt nog wel ruimte voor het café Het Geveltje om een terras te plaatsen? Hoe ziet, hoe ziet de lange termijnvisie eruit? Stel, vestigen zich in het meest gunstige geval 3 ondernemers en dan? Maar misschien wel de belangrijkste vraag, waarom is het toelaten van de auto's aan de kop van de Friesestraat uit alle mogelijkheden de beste keuze? Eind 2017 stelden we als raad de centrumvisie vast. Hierin kwam uiteindelijk een plan uit, namelijk de toekomstvisie Centrum Koevoel. Van winkelstad naar bezoekersstad met een belangrijke plaats voor het kasteelpark en daarbij de speerpunten water, historie en gezelligheid. We hebben ingestemd met het plan met uitsluiting van het parkeren in de Friesestraat Noord. Nu staan we op het punt dat we moeten beslissen om de auto weer toe te staan in een gedeelte van het centrum of niet. Dit is voor onze fractie nu te vroeg. Volgens onze fractie hebben we namelijk nog niet naar alle mogelijke alternatieven gekeken. We vinden het dan ook jammer dat we dit plan niet hebben kunnen wegen tegen andere plannen. En daarmee weinig samenhang tussen dit plan, de uitgangspunten van het wensbeeld en de plannen voor markt- en weeshuisweide. We zien geen enkele plek terug voor de historie. Dat terwijl wij de culturele gemeente zijn in 2021 en 2022. Wethouder, wij kunnen deze samenhang niet vinden in het plan. Het onderzoek heeft ons dus onvoldoende verheldering gegeven in wat er allemaal kan. Ook missen we een bredere visie op mogelijke invulling van het vastgoed. Vanuit diverse kanten komen suggesties bij ons binnen. Wonen, horeca, maar ook publieksfuncties zouden wellicht tot de mogelijkheden behoren. De uitgangspunten die wij hier graag bij willen zien zijn de historie terug in de Friesestraat. Vanaf het stationsplein. We hebben straks een mooi ingericht stationsplein en we moeten ervoor zorgen dat je niet of dat je naar de Friesestraat wordt gelokt als je de trein uitstapt. Dit kan misschien wel door een poort die ook aan de andere zijde van de stad wordt gerealiseerd. Namelijk bij de Bentheimerstraat en die aansluit bij de visie van de markt en het kasteelpark. Als we aan de ene kant van de stad de restanten van de Bentheimerpoort weer zichtbaar maken, waarom zouden we dan niet eens onderzoeken wat we van de Friese poort kunnen herstellen? Daar kom ik nu toe aan de motie. De Raad van Koevoorden in vergadering bijeen op 26 mei 2020... Overwegende dat opwaardering en herinrichting van het gebied Friesestraat Noord inderdaad gewenst is, gezien leegstand van het winkelbestand en de aantrekkelijkheid van het gebied onder druk staat, terugkeer van de auto het enige voorliggende scenario is en de raad hierdoor in een keus voor ja of nee gedwongen wordt, terwijl ook andere scenario's mogelijk zijn, er veel weerstand is van bewoners en winkeliers tegen de voorgestelde plannen, de inzet op het invullen van de winkelpanden met nieuwe winkels haak staat op het uitgangspunt om het winkelgebied te verkleinen. Er geen verbinding is in uitstraling en inrichting tussen de plannen markt, weeshuisweide, stationsgebied en kop Friesestraat. De kracht van Koevoorden ligt in het beleefbaar maken van de historie door middel van herstel van of opnieuw zichtbaar maken van historische elementen. Niet in beeld is of het aanbod van panden geschikt is voor het type bedrijven zoals dat wordt voorgesteld. Een lange termijnvisie op de verdere ontwikkeling van het gebied Kopfriesestraat eigenlijk ontbreekt. Vraag de Raad. Besluitvorming ten attentie van agendapunt 8.1 op de raadsagenda Friesestraat Noord uit te stellen. Draagt het college op een stedenbouwkundig bureau opdracht te geven een alternatief scenario te ontwikkelen voor de inrichting Friesestraat Noord, zo mogelijk onder advisering van de heer Kandeka. Als uitgangspunten mee te geven de uitgangspunten van het geactualiseerde wensbeeld en de opdracht om tot een ontwerp te komen wat een geheel vormt met de inrichting van de markt, weeshuisweide en stationsgebied. Op termijn een lange termijnvisie te ontwikkelen ter attentie van het vastgoed in het gebied Friesestraat Noord. En het door het bureau ontwikkelde plan als keuzemogelijkheid aan te bieden aan de raad naast het voorstel van het college. Tot zover, voorzitter. Uw geluid uit, voorzitter. Ja, precies. Ik dacht, ik kan van alles zeggen wat ik wil, maar het helpt wel als ik het geluid weer aandoe. Dank u wel.
Ja, meneer Blanke. Ik ga gewoon de rij melders maar langs. Want meneer Blanke heeft aangegeven dat hij niet alleen maar vindt dat het nu te vroeg zou zijn om te besluiten. Dus eigenlijk geen besluit zou willen nemen. Maar hij maakt tegelijkertijd duidelijk dat er wel inhoudelijk over dit agendapunt, dat het goed is dat er over gesproken wordt. Want hij ziet wel een opbrengst voor ogen in ieder geval van deze bespreking. We gaan naar de heer Mulder. BBC 2014. Dank u, voorzitter. Nou, als eerste vinden wij verder uitstel van dit plan geen goed plan. Want ik denk dat het nu tijd is om iets te gaan doen. Dus wat dat betreft kunnen we het niet eens zijn met de motie van de PvdA. En verder zou ik willen zeggen. Als we dan toch overgaan op de eerste termijn, of gaan we dat later doen? Nee, dit is gewoon de eerste termijn. De heer Blanke heeft zojuist de eerste termijn van de kant van de Partij van de Arbeid gehad, dus u gaat uw gang. Oké, dank u wel. Nou, dan gaan wij over van idioot tot een prachtplan. Het maakt duidelijk dat de tegenstellingen nog steeds groot en de opvattingen over een deugdelijk plan van aanpak heel divers zijn. Het optimaal functioneren van de kop van de Friesestraat blijkt niet alleen een ingewikkelde, maar ook een gevoelige materie, zoals zojuist bleek, waaruit veel factoren elkaar beïnvloeden. Eind 2017, zoals zojuist gememoreerd, gingen de plannen slechts tijdelijk de koelkast in. Maar onderhand wordt het tijd om deze te ontdooien, zonder uitstel. Het is tenslotte 2020. We staan voor een gezamenlijke opdracht met de tegenstellingen te overbruggen. De huidige situatie maakt dat noodzakelijk. Het voorportaal van de kloppend winkelhart kampt met een fikse leegstand van winkelpanden. Niets doen is geen optie en betekent dat de Friesestraat steeds meer en ook in rap tempo een onbestemde leegte gaat worden. Dit is wel het laatste wat er moet gebeuren. Ingrepen zijn ons inziens dan ook noodzakelijk. Het weer beperkt toelaten van autoverkeer, ongeveer 30% van de tijd, zou voor dit belangrijke deelgebied nieuwe kansen bieden. Dan kunnen mensen voor de deur van de winkels parkeren, zodat de consument het gebied kort, snel, efficiënt kan bezoeken. Het zorgt voor reuring en beleving, met de mogelijkheid om tijdens evenementen en andere bijzonderheden het autoverkeer te weren. Daarom is er volgens BBC 2014 de oplossing dan ook niet om de Friesestraat autovrij te houden. De argumenten van de PvdA, PAK en D66 ogen weliswaar sympathiek en ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar het zal volgens ons uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor het sfeerbeeld van de Friesestraat. En deze argumenten dragen er oninziens niet aan bij aan de positieve ontwikkelingen van de binnenstad. Meneer Mulder, ik moet u even onderbreken, want er is een verzoek gedaan om even te mogen interrumperen door de heer Blank. Laat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, ik hoor van de heer Mulder dat de snelheid belangrijk is voor u, maar ik ben dan eigenlijk wel benieuwd hoe uw lange termijnvisie op dit stuk eruit ziet. Nou, met meer reuring en activiteiten in de winkelstraat en op die manier te proberen die winkels te vullen. Ik neem aan, meneer Mulder, dat u ook nog in het vervolg wellicht daar iets over zult gaan zeggen. Dus u kunt wat mij betreft continueren. Dank u wel. De beleving van de Friesestraat zal dan ongetwijfeld veranderen als er weer auto's worden toegelaten. Verkeersveiligheid staat voorop. Het is en blijft een fiets- en wandelgebied waar de auto te gast is. Bewoners en winkelend publiek zijn gewend geraakt om hier te wandelen. Daar moet in de uitwerking dan ook goed rekening mee worden gehouden. Zeg maar een winkelerf, zoals een woonerf. Er is trouwens ook helemaal niks mis mee om autogebruikers te stimuleren om in de Friesestraat ander vervoer te kiezen. Maar als we iets willen doen om ondernemers en gebruikers meer ruimte en kansen te geven, dan is onze oplossing de auto gedoseerd toelaten. Op deze manier geven de Friesestraat de mogelijkheid weer op te bloeien in de vaart der volkeren en uit te groeien tot een dynamische stadstraat, zoals het ook ooit was, met auto's en meer ruimte voor mensen die er verblijven. Dank u. Ik dank u wel. Dan ga ik naar de heer Stoker. Die het woord... Ja, voorzitter, dank u wel. Gaat u gang. Ja, dank u wel.
Voorzitter, voor ons ligt een raadsvoorstel waarvan het inmiddels duidelijk is dat deze zeker op onderdeel A, de terugkeer van de auto in de noordkant van de Friese straat, de gemoederen in Koevoorde behoorlijk bezighoudt. Uw voorstel kan het pak ook niet loszien van eerder door de raad genomen besluiten en wij zijn daarbij de mening toegedaan dat uw voorstel op dit onderdeel daar gewoon niet in past. Bij de toekomstvisie Centrum Koevoorde, die is vastgesteld in 2017, hebben we de focus gelegd op Koevoorde Bezoekersstad, waarbij winkelstraten opnieuw gepositioneerd worden en het winkelgebied te concentreren rond de markt. Daarnaast om het aantal vierkante meters detailhandel fors terug te brengen. Het gesprek in uw raad ging volgens PAK ook steeds om het compacter maken van het winkelgebied en niet over het compacter maken van het voetgangers- en fietsersgebied. De noodzaak van het terugbrengen van het aantal vierkante meters detailhandel vindt de fractie van het PAK ook niet verwonderlijk. Al sinds jaar en dag kent Koevoorde gemiddeld genomen meer dan 15% leegstand. Met de 7000 vierkante meter winkelruimte op Holbert Zuid, EDS-plein, is de winkelleegstand in Koevoorde zeker niet minder geworden. Door de vestiging al daar van supermarkten en andere bedrijven hebben andere ondernemers in de binnenstad daar serieus last van gehad en heeft dat tot meer leegstand in de binnenstad geleid. U verweerde destijds was dat het EDS-plein bedoeld was voor run-shopping en de binnenstad voor fun-shopping. Het PAK constateert dat u met dit voorstel er in dit gebied een stuk run-shopping aan toevoegt. Voor de goede orde, het PAK was tegen de komst van het EDS-plein. Bij het toekomstvisiecentrum Koevoorde hebben we verder vastgesteld dat met de toename van verkoop op internet en de positionering van onze omringende gemeente Koevoorde als koopstad met een regionale rol tot het verleden behoorde. Dat maakte ook dat de raadsbreed draagvlak was voor de toekomstvisie. Daarmee kwam de focus op Koevoorde als bezoekersstad met noodzakelijke investeringen op de markt als huiskamer, invulling citadelpunt en een aantrekkelijke weeshuisweide als kasteeltuin. Ook het PAK staat daar positief tegenover. De wethouder heeft in de commissie aangegeven dat zich mogelijk nieuwe bedrijven gaan vestigen als we autoverkeer en kortparkeren toestaan in dit deel van de Friese straat of dat er verschuivingen gaan plaatsvinden. Ervaringen uit het verleden en onderzoeken die ook gebruikt zijn bij de toekomstvisie Centrum Koevoorde staan hier wat ons betreft lijnrecht tegenover. Verplaatsing van winkels zal betekenen dat er ook weer elders leegstand ontstaat. Dat hebben we eerder gezien. Daar schieten we dus gewoon niets mee op. Hier lijkt het meer de wens is de vader van de gedachte. Niet alleen bij het college, maar ook bij de centrummanager uit zijn reactie tijdens de afgelopen commissievergadering bleek dat er geen concreet zicht is op winkels of bedrijven die zich willen vestigen in de kop van de Friese straat. Ook hij had het louter over verplaatsingen. En voor de parkeerplaats hoeft het al helemaal niet te doen, want er zijn in dit gebied en de nabijheid meer dan voldoende parkeerplaatsen. Met de verplaatsing van de parkeerplaats en de weeshuisweide is er volgens het PAK ook geen enkele noodzaak. Voorzitter, in 2013 is er ook een besluit genomen om te zorgen dat er een goede verbinding tot stand komt tussen het EDS-plein en de binnenstad. Het bovenliggende idee was bezoekers via een fiets- en looptunnel naar het centrum te lokken met de ambitie om visueel één geheel te laten ontstaan om zo een aantrekkelijke looproute tussen Friese straat en het station te creëren, een langzaam verkeersverbinding tussen centrum en Holwert met een heringericht stationsplein als knooppunt, veilig voor voetgangers en fietsers. De weg en rotonde worden minder een verkeersvoorziening, maar meer een integraal onderdeel van plein, doorgaande looproute tussen binnenstad en station. Een voordeel van deze inrichting is dat een aantrekkelijke en doorlopende looproute vanuit de Friese straat naar het station kan ontstaan. Dat betekent dat dit plan essentieel is om en de verbinding te maken tussen bezoekers per trein en EDS-plein en om tot een aantrekkelijke entree tot de huiskamer aan de markt te komen. Uw voorstel om de rotonde als verkeersvoorziening te behouden en de rol van de rotonde zelfs groter te maken richting Friese straat staat haaks op dat uitgangspunt om het stationsplein als verbinding voor langzaam verkeer tussen EDS-plein en de binnenstad van Koevoorde te gebruiken. Om naar een huiskamer te gaan hebben we een opgeruimde gang nodig waarbij we onbelemmerd de huiskamer kunnen bereiken. Uw voorstel om autoverkeer toe te staan maakt er een rommelige en ook gevaarlijke gang van, wat ons betreft. Het verkeer in dit deel van de Friese straat zal ertoe leiden dat de bezoeker zich zelfs belemmerd voelt om richting markt te gaan. Een vergelijkbaar effect zoals we dit nu op de kruising Rijnse straat en Bentheimstraat zien. Bovendien levert uw voorstel een onveilige situatie op voor voetgangers en fietsers. Het BVA-advies is daar duidelijk over. Grote verkeersbelasting op ondergeschikte wegen die niet geschikt voor afwikkeling zijn voor veel verkeer, toename van intensiteit van verkeer
in straten die niet geschikt zijn. En een en ander gaat ten koste van de ruimte voor voetganger en fietsen. En dus ook veel bewoners in dit gebied, maar ook bezoekers. Wij zien een aantal conflictpunten. Fietsers van station naar Van Heutsingel bij afstaand verkeer van auto's richting de Friesestraat en voetgangers van Friesestraat Noord richting Markt bij de Schoolstraat. En conflicten van fietsers met het verkeer straks in de Schoolstraat, die worden echt onderschat. Het wordt volgens het PAK onderschat, wat het betekent dat voetgangers niet meer de positie hebben als in een voetgangersgebied waar fietsen is toegestaan, maar straks dus moeten wijken voor fietsers en auto's. Vraag die het PAK daarbij nog heeft voor de verschillende portefeuillehouders. Kunt u aangeven wat het platform gehandicaptenbeleid van uw voorstel vindt? Bij de schouw in 2017 heeft u immers toegezegd dat deze partij voortaan mee zou worden genomen in infrastructurele plannen. Daarnaast is, zeker nu in de anderhalve meter maatschappij leven, een voetgangersroute tussen geparkeerde auto's en gevels van 2,5 meter wel voldoende. Graag een reactie van de portefeuille Volksgezondheid. Houdt het plan in dat er zowel aan de west- als aan de oostzijde van de Friesestraat Noord tot in het voetgangersgebied een doorgaand obstakelvrij pad van tenminste 2,5 meter komt? En hoe wordt het dan bij het geveltje? Is duidelijk dat er tussen de circa 10 parkeerplaatsen en de gevels aan de westzijde geen uitstallingen worden toegestaan? Vanuit uw besluitenlijst. U heeft besloten de rijrichting van Schoolstraat en Bakkersteeg te willen omdraaien. Mogen we ervan uitgaan dat dit pas doorgaat als dit voorstel wordt aangenomen? Ik verwijs naar de besluitenlijst van 28 april. Uw voorstel staat wat het PAK betreft dus lijnrecht tegenover hetgeen we in de toekomstvisie Centrum Coevorden beogen. Namelijk het compacter maken van het winkelgebied en het concentreren rond de markt, de focus Coevorden bezoekersstad en oppervlak detailhandel terugbrengen. Uw voorstel staat lijnrecht tegenover wat beogen met het raadsvoorstel herinrichting Stationsplein. Visueel één geheel laten ontstaan als verbinding voor langzaam verkeer om zo een aantrekkelijke loop- en fietsroute tussen Markt, Friesestraat en Station te creëren. Samengevat, het PAK is voor een levendige binnenstad met concentratie van winkels horeca rondom de markt, een veilig voetganger- en fietsgebied ook in de Friesestraat en de mogelijkheden om terrassen aan te leggen en niet geconfronteerd te worden met leegstand in de kop van de Friesestraat, maar veel mogelijkheden om te wonen. We doen daarom vanuit deze plek ook een oproep aan woningstichtingen en projectontwikkelaars om voor dit gebied een passende invulling te vinden die past bij de toekomstvisie van het centrum van Coevorden. Uw voorstel voldoet daar zeker niet aan. Wij hebben, voorzitter, 3 amendementen voorbereid die we afhankelijk van de discussie in de Raad in stemming willen brengen. Dat geldt in ieder geval voor amendement 2020-02, welke luidt: de Raad van Coevorden in vergadering bij 1 op 26 mei 2020... overwegend dat het terugbrengen van autoverkeer in dit deel van de stad in tegenspraak is met wat we met de toekomstvisie Centrum Coevorden beogen, draagt het college op het voorgestelde besluit onder A, zoals door DTMP enzovoort enzovoort vestigingsgraad meer te realiseren, dat is inderdaad auto's terugbrengen, te vervangen, geen autoverkeer toe te laten in de Friesestraat. En voorzitter, ik zou het in ieder geval op prijs stellen om alle amendementen in ieder geval ook hoofdelijk in stemming te brengen, zodat de Coevordenaren weten welke raadsleden voor het besluit zijn en welke raadsleden straks tegen het besluit zijn. Dank u wel. Ik dank u wel, meneer Stoker. We zijn nog niet zover dat we aan de stemming toe zijn. Dat beseft u, maar ik zal dit verzoek onthouden. Daar komen we op terug. Dan ga ik nu door met de volgende spreker die zich heeft gemeld. Mevrouw Klein-Gunnewiek, CDA. Dankjewel, voorzitter. Wij gaan niet mee in de motie van PvdA, maar ik kom er wel in mijn eerste termijn op terug. Bij dit raadsvoorstel, hoort u mij wel? Zeker, mevrouw Klein-Gunnewiek, gaat uw gang. Dankjewel. Bij dit raadsvoorstel Friesestraat Noord is veel tegenstand van inwoners. De bespreking in onze fractie lijkt op de tabel die in het Dagblad van het Noorden stond met de voor- en nadelen van een raadsvoorstel. Wij zijn als fractie dan ook verdeeld. De verkeersveiligheid vinden wij zeer belangrijk en dat kan men niet afdoen met 30 jaar geleden waren er ook al auto's. Die situatie is niet meer met 2020 te vergelijken. Kan de portefeuillehouder toezeggen dat als de auto's te gast komen, dat in de Schoolstraat en de aansluiting op de Wilhelmina-singel de verkeerssituatie en de bestrating dusdanig worden aangepast, zodat het verkeersveilig is? Worden er dan ook verkeersremmende maatregelen genomen op de Wilhelmina-singel? Het zou goed zijn als het hele traject het idee van een racebaan kwijtraakt.
Mocht het plan doorgaan, kunnen dan vooral de inwoners van de Schoolstraat meedenken. Wij vinden dat zij de meeste nadelen zullen ervaren van een veranderde situatie. Als raad willen wij allen Koevoorden mooier maken, dat het veilig is voor iedereen, geen verpaupering en iedereen trots is op Koevoorden. Door verbindend besturen en met de raad op straat hebben wij het hele proces gevolgd. We zijn als fractie bij de bijeenkomsten in de raadzaal geweest en hebben met inwoners en ondernemers gesproken. Hoe kunnen wij als inwoners van het buitengebied van Koevoorden anders een goed besluit nemen over Koevoorden stad? Wij hebben gemerkt dat het duidelijk moet zijn hoe het besluit wordt gevormd. Je kunt niet aan de voorkant laten lijken dat inwoners daadwerkelijk inspraak hebben en later in het proces toch andere keuzes maken. Daar heeft een deel van onze fractie echt moeite mee. Wij hebben gemerkt... Tijdens de commissievergadering zei de wethouder ons toe dat wij alle opgehaalde informatie tijdens informatiebijeenkomsten konden inzien. Dit hebben wij gedaan en kregen ook alle medewerking van de betrokken ambtenaren. Zo hebben wij ook gezien dat een heel aantal ideeën van de inwoners direct in de uitvoering van het raadsbesluit zijn meegenomen. Daar hebben wij ons van kunnen overtuigen dat er echt wel naar de inwoners is geluisterd, maar dat dat moeilijk blijft juist op het punt van de auto's door de Friesestraat Noord. Het blijft ook wel tegenstrijdig. Een compacter winkelcentrum met toch wel weer winkels in de Friesestraat Noord. Ook wij hebben gesproken over en gezocht naar alternatieven. De motie van de PvdA spreekt ons aan. Wij zijn ook zeker voor onderzoek door een bureau dat naar wat toch alternatieven gaat kijken voor de inrichting. Misschien veranderen wensen en gewoonten van mensen in het tijdperk waarin wij nu leven wel veel sneller dan wij nu kunnen inschatten. Door de corona ziet de fractie ook dat wij als wij de afgelopen tien jaar hebben bedacht wat niet kon, nu in 3 maanden ineens werkelijkheid is. Van ons kan de motie van PvdA naast het raadsvoorstel bestaan. Op de afspraken die eventueel zullen worden gemaakt voor tijden en toelating van auto's in de Friesestraat zal toezicht moeten worden gehouden en gehandhaafd. De overlast van de inwoners moet zoveel mogelijk beperkt worden. Daar zien wij meer in dan een eventuele evaluatie van het hele voorstel over 1 of 2 jaar. Een vraag die hierbij opkomt is, als er parkeerplaatsen komen, wordt het dan zo geregeld dat daar niet langer dan 1/2 uur geparkeerd mag worden, zodat er doorstroom mogelijk is? Wat bij de CDA-fractie wringt, is dat wij geen overzicht hebben van waar het college mee bezig is. Welke ontwikkelingen zijn gaande met betrekking tot de binnenstad en centrumvisie? Wanneer komt bijvoorbeeld het parkeren aan de beurt? Dat zou toch het eerste behandeld worden van de centrumvisie? Wij sluiten hier aan bij de gevoelens die we kregen bij de motie die het PAK eerder al indiende. Wij willen graag zicht hebben op de ontwikkelingen, zodat wij vroegtijdig kunnen aansluiten in de beeldvormende fase. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Kachnik. Ik hoor iemand zich melden. Maar ik stel voor dat we gewoon doorgaan in degene die zich hebben gemeld voor een eerste termijn van de kant van de raad. En de volgende op mijn lijstje is meneer Hoedemaker, D66. Dank u wel, voorzitter. Het terugbrengen van water in de stad, het renoveren van historische elementen, een loofgang, opwaardering van de Weeshuisstraat, de gedurfde nieuwbouw, herinrichting van de Weeshuisweide, inrichting en subsidie, investerings- en subsidieregelingen voor inwoners en ondernemers, het aanpakken van de rotte plek in de bebouwing, verdichting van het winkelgebied, de markt als huiskamer, hoogwaardige culturele manifestaties in de binnenstad. Kortom, een plek in de Lonely Planet. Een verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers en inwoners en een trekpleister voor toeristen, dat is waaraan gewerkt wordt. Als deze opsomming 1 ding duidelijk maakt, is dat niets doen is geen optie, bepaald niet van toepassing is op Koevoorden. Voorzitter, het raadsvoorstel sluit de Bentheimerstraat en de Rijnse straat voor doorgaand autoverkeer. Dit tot vreugde van ondernemers en de bewoners. Eind van een ergernis.
Maar daar waar het voorstel aan de ene kant de stad autoluw maakt, creëert de wethouder in de Friesestraat, de Schoolstraat en de Bakkersteeg een situatie die nog het meest lijkt op een stratencircuit voor hufters die de maximumsnelheid van hun BMW willen uittesten. Inwoners zijn massaal tegen de introductie van de auto in de straat. En veel ondernemers, winkeliers en horecaondernemers zien het ook niet zitten. Voorzitter, op dit punt is het huidige raadsvoorstel niets anders dan een mysterieuze dwaling. En dan heb ik het nog alleen maar over de conclusie. Want ook de onderbouwing rammelt en rommelt aan alle kanten. Ik heb het al eerder gezegd. Als je zoveel woorden nodig hebt om je pleidooi te onderbouwen, dan deugt er iets niet. En dat is hier ook zo. Het voorstel benoemt allerlei redenen om vooral geen autoverkeer toe te staan in de Friesestraat. Waardevermindering van de woningen, een onveilige verkeerssituatie bij de Wilhelmina-singel, verlies van looproutes, problemen in de aansluiting van de Bakkersteeg met de Schoolstraat, het terras van het geveltje komt in gevaar, een toename van sluipverkeer en zoekverkeer. Het zijn argumenten waarop geen goed antwoord is. Dat geeft het college ook toe in het raadsvoorstel. Maar, ik citeer het voorstel, dat is het gevolg van de keuze om het voetgangersgebied te verkleinen en een nieuw vestigingsklimaat te creëren. Ho, voorzitter, waar komt die keuze opeens vandaan, vraagt D66 zich af. Geen inwoner die het wil, ondernemers die concurrentievermogen verliezen. Hebben wij zelf dan ooit verkleining van het voetgangersgebied bepleit of behoefte gevoeld aan een nieuw vestigingsklimaat? Voorzitter, in de centrumvisie is de Friesestraat bedoeld als een uitnodigende rode loper naar de markt. Je komt met het openbaar vervoer of je zet je auto op het EDS-plein en trekt via de nieuwe voetgangerstunnel het centrum in voor een boodschap, een bezoek aan het terras of een evenement, of omdat je Coevorde, desnoods als campertoerist, gaat bezoeken. En als je je auto overigens ergens anders neer wil zetten, kan dat ook, want er is plenty parkeerruimte in het centrum. De winkels zitten in de visie dichter dan nu bij elkaar rondom de markt, de Friesestraat en de Bentheimerstraat. In het eerste gedeelte van de Friesestraat ontstaat op die manier een gebied dat zich transformeert en waarin meer zakelijke dienstverlening en wonen mogelijk is. Dat is de oorspronkelijke toekomstvisie van DTMP. En dat is waar de Raad destijds ja tegen gezegd heeft. Een gastvrije en uitnodigende entree voor de stad en een variatie van wonen, winkels en dienstverlening. Ja tegen de verdichting of zo u wilt de verkleining van het winkelgebied, maar niet voor een verkleining van het voetgangersgebied. Voorzitter, de wethouder gaf in de commissievergadering aan dat de raad zelf om het onderzoek gevraagd heeft. Ik hoor graag van de wethouder wanneer wij dat gedaan hebben. Naar mijn beste herinnering heeft geen van de partijen hier destijds serieus gevraagd aan de wethouder om te onderzoeken hoe autoverkeer kon worden teruggebracht in de Friesestraat. Voorzitter, ik wil ook nog even aandacht vragen voor die andere opmerkelijke constatering. Er zijn twee onderzoeken over het terugbrengen van autoverkeer in de Friesestraat. Het onderzoek van BVA pleit tegen het idee. En met dezelfde argumentatie komt Sweco een maand later tot de conclusie dat het plan wel door moet gaan. Dat is op zijn minst merkwaardig, want er worden geen nieuwe argumenten aangevoerd. En in dat kader roep ik graag in herinnering dat de partij van de wethouder zelf was die destijds een tweede onderzoek bepleitte voor een gasloos zwembad Zwanenburg. Het eerste onderzoek was, en ik citeer de woordvoerder op dat punt van de BBC, niet onafhankelijk genoeg. En achteraf kan ik de denklijn van de BBC wel volgen. Zelfs dit jaar nog is middels een WOP-verzoek in Flevoland aangetoond dat hetzelfde bureau dat onderzoek gedaan heeft met de Zwanenburg er geen moeite mee heeft om op bestelling wenselijke antwoorden te leveren. Voorzitter, ik ben geen cynist. Maar ik heb er dan wel moeite mee dat de haastige notitie van Sweco als onderbouwing dient voor de herintroductie van de auto in de Friesestraat, terwijl het rapport van BVA van ruim een maand eerder tot de conclusie komt dat Coevorde hiermee afstevend op een verkeerskundige ramp en dat dat afgedaan wordt als ook maar een mening.
Ik verzoek de wethouder daarop te reageren. En dan is er nog de pleitnotitie van DTNP. Deze notitie stelt dat de auto in historische steden zoals Doesburg, Franeker, Vianen en Leerdam de verblijfskwaliteit en de levendigheid ten goede komt. Dat klinkt goed, maar het klopt niet. In het Algemeen Dagblad van 3 maart jongsleden lezen we dat bewoners van Leerdam zich hard maken voor een autovrije binnenstad. Dat is, en ik citeer het artikel, overigens ook de wens van de gemeente zelf. Op de website van de gemeente Doesburg lezen we dat in het kader van de vitale binnenstad het centrum van Doesburg vanaf 1 juni aanstaande autovrij wordt. En ook in Vianen wordt een deel van de binnenstad autovrij gemaakt met als doel alles aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en toeristen. En tenslotte kan ik u uit eigen waarneming vertellen dat klassieke boodschapondernemers zoals de slager en de bakker zich prima thuis voelen in de autovrije Dijkstraat, de hoofdwinkelstraat in het centrum van Franeker. Kortom, voorzitter, is ook dit rapport een poging om ons doelbewust zand in de ogen te gooien? Voorzitter, eerlijk is eerlijk. Ik gun de wethouder een beter debuutdossier. De coalitiepartijen keren zich tegen het plan en de wethouder moet zich wenden tot de zelfverklaarde vroempartij om een meerderheid te vinden voor zijn slechte voorstel. Want dat is het. Een slecht onderbouwd voorstel. Van een tweetal notities waarbij je op zijn minst vraagtekens kan zetten. Een voorstel dat bovendien voorbij gaat aan de uitgangspunten van verbindend besturen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hoedemaker. Ik ga door met mevrouw. Ik hoor mensen die spreken, hoewel de microfoons uit zouden moeten zijn als u niet het woord heeft gekregen. Ik roep het nog maar even in herinnering. Het woord is wat mij betreft nu, en die mag haar microfoon openzetten, dus mevrouw Siebe, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik wil een beetje voorkomen dat ik in herhaling val. Maar goed, op bepaalde punten lukt dat niet. Wij als VVD, wij kunnen een heel eind meegaan in de motivering van het college om de auto's in een deel van de Friese straat toe te staan. Blijkbaar leidt dit besluit tot heel veel weerstand van de bewoners en ook een aantal ondernemers. Aan de andere kant is juist het centrummanagement voor een terugkeer van de auto in de Friese straat. Juist omdat dit kansen biedt. En kansen die hebben we nodig in deze tijden. En daarom zijn we er ook niet voor om nu dit besluit uit te stellen tot een nadere orde. Hè, de coronacrisis raakt de retail en de horeca heel hard. Niet alleen in de grote steden, maar juist ook in de kleine centra. En de weg die we in Coevorden met de centrumvisie hebben ingeslagen lijkt daarom een goede. Het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere steden ligt in de gezelligheid en in de historie. We moeten daarom niet te veel bezig zijn met alleen maar winkels in het centrum. We zijn geen winkelstad. We zijn een boodschappenstad met een paar hele mooie speciaalzaken en een hele mooie historie. Juist die unieke eigenschap moet bezoekers naar Coevorden trekken. De crux ligt in het feit hoe statisch of dynamisch we dit hele proces voor het centrum van Coevorden benaderen. Op dit moment loop je vanaf het station een lege straat in. Totaal onaantrekkelijk. Iedere bezoeker die vanuit de richting van het station komt, zal teruggaan en denken, hier is toch niks te doen. Met het toestaan van auto's in dit deel is er meer traffic, wat juist kansen biedt voor ondernemers, voor cultuur en voor maatschappelijke doeleinden. Waardoor de kans op leefstand in dit stuk juist afneemt. Op het moment dat het druk wordt of dat er onveilige situaties ontstaan, er overlast is of te veel activiteiten, waar we natuurlijk op hopen, dan moet wel de mogelijkheid er zijn om kritisch te zijn en de situatie aan te passen. Ook op het moment dat de leegstand ongewijzigd blijft, moet het college, of misschien ook wel de raad, zich achter de oren krabben. Het is derhalve een dynamisch proces, omdat de markt nu eenmaal dynamisch is. Dus geen strik om dit raadsbesluit en het op de plank leggen, maar blijven monitoren en vooral verbindend besturen. Hier is echt een grote taak weggelegd voor het college.
Mevrouw Siebe, mag ik even onderbreken? Er is een verzoek binnengekomen om u te interrumperen van de heer Hoedemaker. Hij heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Siebe stelt dat alle ondernemers het in coronatijd slecht gehad hebben. Maar juist veel bakkers, slagers en zelfstandige groenteboers, bloemisten, speelgoedwinkels en boekhandels hebben in de coronatijd juist enorm goede zaken gedaan. Dus ik zou graag van mevrouw Siebe horen waar dat op gebaseerd is. Er zijn uiteraard inderdaad allerlei ondernemers die het slecht gehad hebben. Maar ik denk zeker dat er veel ondernemers zijn die goede zaken gedaan hebben. Goed, mevrouw Siebe. Ja, ik heb ook gezegd, hè, en meneer Hoedemaker geeft zelf het antwoord al, de coronacrisis raakte retail en de horeca hard. En bijvoorbeeld de kledingzaken, hè, denk daaraan. Of het zijn niet alle ondernemers die hard geraakt worden, maar wel een heel aantal. En dat zie je alleen al aan alle regelingen die in het leven zijn geroepen. Dus laten we niet zeggen dat het goed is gegaan. Want dan hadden we nu niet nog steeds al die leegstand gehad. Ik pak het even weer op hoor. Om die reden lijkt een onderzoek, hè, waar de PvdA in een motie om vraagt, lijkt geen oplossing. De tijden zijn veranderd ten opzichte van de andere twee onderzoeken die er liggen. En als we dit nieuwe derde onderzoek gereed is, dan zitten we alweer in een andere dynamiek. De VVD vindt dat het college zelf vinger aan de pols moet houden. Vandaar ook de vraag aan de wethouder of hij daartoe bereid is. En of hij bereid is in te grijpen op het moment dat het raadsbesluit weer vraagt om aanpassingen. En als je niks doet, verandert er immers ook niets. In de motie vraagt de PvdA om uitstel en om een alternatief plan. Omdat het enige voorliggende scenario de terugkeer van de auto's is. Ik vraag me wel af welk alternatief plan de PvdA dan voor ogen heeft. En ook de opdracht in die motie, hè, om op lange termijn een visie te ontwikkelen ten aanzien van het vastgoed, is best een lastige opdracht. Want het gaat immers om particulier bezit. En de gemeente kan daarin eigenlijk alleen maar faciliteren. Dus hoe wil de PvdA daar invloed op uitoefenen? Verder wil ik nog graag even aansluiten bij het CDA. Die vroeg nog om een plan voor het gehele parkeren. En daar zitten wij ook nog steeds op te wachten. En dan nog de vraag van D66 van de heer Hoedemaker. Volgens mij hebben wij in de vergadering van mei 2019... waar we hebben besloten over het raadsvoorstel voor positionering van de centrumstraten. Volgens mij is daar gevraagd om te onderzoeken of die auto weer in de Friesestraat Noord kan. Dank u wel, mevrouw Siebe. Ik geef even ruimte aan de heer Stoker voor een interruptie nog. Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Siebe heeft het over een alternatief plan. Maar die alternatieve plannen die zijn toch al geformuleerd. Die liggen toch vast in het toekomstvisiecentrum Koevoorde. En die liggen toch vast in de besluitvorming rond de herinrichting Stationsplein. Maar als dat al vast ligt, waarom wordt daar dan in een motie nog om gevraagd? Kijk, ik hoef op dit moment even. Nee, mijn vraag is: kijk, de PvdA geeft dat aan in een motie. Maar wij hebben aangegeven dat juist het toekomstvisiecentrum Koevoorde en de herinrichting Stationsplein voldoende ingrediënten aangeven. En daarom dit plan, dit voorstel van het college om het autoverkeer terug te brengen in de Friese straat, eigenlijk gewoon daar haaks op staat. Graag een reactie daarop. Nou, ik wil daar wel op reageren. Dank u wel, voorzitter. Maar als het niet nodig is, waarom liggen dan de moties nu voor en ligt er een amendement voor? Hè, als we toch al verder gaan in een soort dynamisch proces, dan hebben we nu volgens mij een discussie die niet nodig is. Nou, ik wil daar wel even op reageren, voorzitter, als het gaat om het amendement. Kijk, het amendement wat wij nu indienen is inderdaad op onderdeel A, om hem inderdaad niet door te laten gaan. Ja. Ik snap ook wel dat de VVD daar niet in mee zal gaan. Maar in de twee daaropvolgende amendementen, en daar komen we volgens mij nog op, denk ik dat daar een aantal argumenten liggen die het college zelf in haar
argument heeft aangegeven waar we mogelijkwijs wel wat ruimte kunnen krijgen om tot andere besluitvorming te komen. Goed, ik sluit dit tussengesprekje maar even af, omdat het nu gaat over een amendement wat niemand verder kent. Dus dan wacht ik graag op het vervolg van de ontwikkeling van deze discussie, meneer Stoker. Want u ziet kennelijk al een aanleiding aankomen om met een variant op uw eerste ingebrachte amendement te komen. Ik geef nog even ruimte aan de heer Blanke voor een interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Schieben die stelde een aantal vragen aan ons, dus zal ik daar ook op reageren. Allereerst vroeg ze welk plan de PvdA dan heeft. Hè? Ik heb in mijn betoog al een stukje verteld over die historie die wij hierin niet zien terugkomen, die wij graag zien. U noemde het net zelf ook, u begon er volgens mij uw betoog bijna mee. En dat u graag historie, dat het belangrijk is. Wij zien dat totaal niet terug in dit plan. Daarnaast vraagt u wat voor invloed de gemeente volgens u heeft op de panden. Volgens mij het minste wat de gemeente kan doen is in gesprek gaan met de eigenaren. Want zoals ze nu leeg staan, volgens mij leveren ze dan sowieso niets op. Dus dat is volgens mij sowieso al een idee om dat te doen. Goed, dank voor uw bijdrage. Ik neem aan dat mevrouw Sieber daar wellicht in de tweede termijn aanleidingen ziet om op terug te gaan. Maar voor nu zou ik u willen voorstellen om het daarbij te laten. Alle fracties hebben hun bijdrage in eerste termijn geleverd. Het is denk ik ook inmiddels goed om de verantwoordelijk portefeuillehouder voor dit dossier. En dat is de heer Steven. De heer Steven, om die het woord te geven. Om antwoord te geven namens het college in eerste termijn. Nee, sorry. Ja, ik word inderdaad op mijn vingers getikt. Terecht via de chat, want ik heb de heer Bouwers inmiddels uit mijn lijstje zien scrollen. Maar die had ik natuurlijk ook het woord moeten geven. Dat ga ik nog alsnog doen voordat de heer Steven Stegen het woord krijgt. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Aan de orde is het raadsvoorstel. Ja. Het compacter maken van het voetgangersgebied door het toelaten van auto's in de Friesestraat Noord en de Bentheimerstraat. Auto's in de Friesestraat lijkt ons geen oplossing voor het probleem van weinige winkels in de Friesestraat Noord. De Friesestraat Noord staat al jaren onder druk wat betreft de bewinkeling. En dat los je volgens ons niet op dan de auto weer toe te laten. Dat los je misschien wel op om het gebied wat fraaier in te richten en zorgen dat het gebied wat beter bewoond wordt. Daar komt bij dat als straks het stationplein klaar is en de mensen vanuit de trein en vanaf de parkeerplaatsen naar het centrum toe willen van Koevorden, het toch een belemmering zal zijn om door een straat te moeten waar dan weer autoverkeer is toegestaan. Want er zijn voldoende parkeerplaatsen in dit gebied. De Ganzenhof en de Molenbelt, welke ook nog uitgebreid zal worden. Dus wat dat betreft is er plaats genoeg. Want u wilt mij toch niet zeggen dat die 1 of 2 minuten lopen naar de winkelstraat dan nog het probleem zal zijn. En daar komt nog eens bij dat de burgers die een handtekening hebben gezet dit ook niet goed zullen begrijpen wat er nu dreigt te gebeuren. Hoe de burger hierbij te betrekken. Hoe de burger wordt gehoord. Of misschien alleen aangehoord. Hoe verbindt het bestuur en collegepartijen? Of geldt dit alleen voor de dorpen? Alles samenvattend, de terugkeer van de auto in de Friesestraat Noord is geen redding voor de beleving van de stad en zal maar weinig effect hebben op de economische ontwikkeling van de stad. De coronacrisis en het veranderde leefpatroon is ook al van voor de coronatijd de vraag naar appartementen. En het werken vanuit huis zal de vraag naar appartementen in dit gebied doen een plaats te geven. Daar is de Friesestraat Noord geschikte plaats voor. Daarom is het goed om de visie op het noordeinde Friesestraat nog eens goed tegen het licht te houden en niet uitgaan van twee elkaar tegen de sprekende rapporten. Het station is op loopafstand, gezelligheid onder handbereik. Er is zeker nog een categorie jongeren die dat ook ambiëren. Verder, voorzitter, had ik nog wel enige opmerkingen, maar die zijn ook wel door de anderen genoemd. En dan hou ik dit voorlopig bij de eerste woord. Dank u wel.
Ik dank u wel, meneer Bouwers. En nogmaals excuus dat ik u eventjes uit mijn overzichtje had laten wegscrollen. Hebben we nu goed gecorrigeerd, denk ik. Dan inderdaad het woord voor de reacties vanuit de zijde van het college in eerste termijn door de heer Stegen. En ik meld het ook maar even in de richting van de heer Stoker, die heeft gesuggereerd dat allerlei andere portefeuillehouders ook vragen zouden moeten beantwoorden. U kent echter, denk ik, daarover de goede gewoonte dat de portefeuillehouder van het betreffende voorstel geacht wordt alle aspecten mee te nemen in de beantwoording. Tenzij hij zelf natuurlijk aangeeft dat hij op een onderdeel graag ziet dat een van de collega's eventjes inspringt. Maar ik wou dat alsjeblieft niet laten verwoorden tot een soort automatisme. Dan wordt het wel een erg Poolse landdag. Zeker als we dat digitaal gaan doen. En dan stel ik u bovendien nu alvast in het vooruitzicht dat na de eerste termijn van de zijde van het college we even met elkaar moeten stilstaan bij de vraag hoe we invulling geven aan de wellicht dan ontstaande behoefte om eventjes tijd te hebben, ruimte te hebben om ruggespraak te houden in de beoordeling van wat er dan op tafel ligt aan de uitspraken wat nu al gevraagd wordt en de voorbereiding eventueel van andere uitspraken die al deels zijn aangekondigd. Ik kijk ook nog een keer naar wat de heer Stoker dan daarover heeft gezegd. Dat even als vooraankondiging, dat zal ik doen eerst nadat de heer Stegen wat mij betreft uitvoerig de gelegenheid heeft gekregen om in te gaan op al die verschillende aspecten die u als raadsleden in uw bijdrage heeft verwoord. De heer Stegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat u mij hoort. Ja, dat was een knik, dank u wel. Ja, om te beginnen, het is een lastig besluit dat voor ligt. Dat realiseer ik mijzelf, dat realiseert het college zich. En dat blijkt ook wel uit de inbreng zoals we die tot nu toe hebben gehoord. Ja, want dan ben je inderdaad verbindend aan het besturen. Dan heb je een gesprek met je inwoners. Daar komen geluiden uit. Daar zijn tegenstanders, er zijn voorstanders. En dan is het heel lastig om daar een goede afweging in te maken. Dus ik voel zeker met u allen mee. Tegelijk herhaal ik, en dat is ook al door anderen gezegd, dat niets doen geen optie is. En is dan het terugbrengen van die auto de beste optie? Ja, ik denk het wel. Ik zie geen betere plannen die hetzelfde zouden kunnen bereiken. Namelijk dat we toch een nieuwe invulling voor dat gebied weten te vinden. En ja, u hebt gelijk als u zegt van er komen weer winkels. Ja, want dat wilden we toch niet. We wilden toch dat winkelgebied compacter maken. Ja, we willen het winkelgebied waar je als voetganger het alleenrecht hebt. Dat willen we compacter maken. Voor dit deel van de Friesestraat mikken we op andersoortige bedrijvigheid. En dat kan ook heel goed bedrijvigheid zijn in de trend van kleinschalige winkels waar producten worden gemaakt. Waar voor mijn part een jeneverstokerij zit, een klokkenmaker, noem het allemaal maar op. Waar ook gewoon een stukje beleving is als je als bezoeker van de stad vanaf het station richting die huiskamer, de markt in het centrum van Coevorden gaat. En we hebben ook zeker wel oog voor de bezwaren zoals die niet alleen vanuit de bevolking en sommige ondernemers, maar ook door uw raadsfracties worden aangedragen. Daar hebben we begrip voor. Niet voor niets staat ook in het collegevoorstel heel duidelijk staan de voorwaarden benoemd. En ik herhaal ze nog maar even. Dat wij ook zien dat die verbinding met het stationsgebied, waar zoveel goede dingen gebeuren op dit moment, dat die verbinding heel belangrijk is. Wij vinden ook dat daar echt goed naar gekeken moet worden. En dat doen we op dit moment ook. Want ook met de heer Kandekar zijn daar op dit moment al gesprekken over. We zijn daarover nu al met hem bezig. En ja, er werd net bijvoorbeeld geopperd van, goh, zouden we daar niet iets met een poort kunnen doen? Nou, ik heb het vanmiddag zelf nog bedacht. Ik vind het eigenlijk een hartstikke mooi plan. Ik ben daar zeker niet tegen. Maar dat is allemaal invulling wat later aan de orde komt. En ik vraag u ook om enig vertrouwen richting het college, dat wij ons wel degelijk bewust zijn van de gevoeligheden in dit dossier. En dat we dit echt op een zorgvuldige en goede manier willen gaan invullen. Ook de verkeersveiligheid, dat is ook al door een aantal fracties aangeroerd. Ontzettend belangrijk verhaal. Natuurlijk gaan we daar ook richting de Schoolstraat en de Wilhelmina-Singel goed naar kijken. Want wij zien ook dat daar iets moet gebeuren. En dat bewoners daar ook gewoon veilig lopend het centrum in moeten kunnen. Dus dat is helemaal geen issue. En ik wil dan ook nog eventjes toch terugkijken in de geschiedenis. De heer Hoedemaker die vroeg er ook al specifiek naar van wanneer is nou besloten dat wij na de onderzoek moeten doen naar de mitsen en maren rond de terugkeer, de mogelijke terugkeer van de auto. Nou, ik heb het net nog even weer opgezocht. Het was 21 mei
2019. Toen is er gesproken over de positionering centrumstraten. En daarbij staat in het besluit dat er nog een verkeersonderzoek en het raadplegen van ondernemers en aanwonenden zal plaatsvinden. Dus in mijn ogen heeft dit college gewoon gedaan wat destijds besloten is. Ja, en dan liggen er inderdaad twee onderzoeken die, die wat een verschillend geluid geven. Dat is ook logisch, want het ene onderzoek is uitgegaan van de bestaande situatie. En het andere onderzoek is gekeken naar wat de situatie zal zijn op het moment dat uw raad zou besluiten die auto weer terug te laten. En dat is een heel verschil. Dat zou ik even in zijn algemeenheid willen zeggen. Dan ga ik nu eventjes naar de inbreng van de verschillende fracties, voorzitter. Nee, de heer Stegen, dan onderbreek u even, want ik wacht even af tot u dit logische moment zou hebben bereikt. Ik dacht, ik geef even ruimte voor het globale verhaal waar u mee startte. Maar er was een verzoek gedaan voor interruptie van de heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. De wethouder die geeft aan dat het college zich bewust is van de gevoeligheden, dat ontken ik ook niet. Sterker nog, ik zie in het voorstel, in het collegebesluit van 28 april, dat die gevoeligheden ook verwoord zijn in voorwaarden. Maar waarom heeft het college er dan niet voor gekozen om die gevoeligheden of die voorwaarden ook daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van het raadsvoorstel, in plaats van het alleen in de tekst bij het raadsvoorstel tot uitdrukking te brengen? Ik kan me dan juist voorstellen dat u juist door de gevoeligheden in het raadsvoorstel ook een plek te geven, u ook daadwerkelijk laat blijken dat u zich bewust bent van die gevoeligheden. Dus waarom niet opgenomen in het raadsvoorstel? De heer Stegen. Ja, voorzitter, in mijn optiek houden we daar in het voorstel wel degelijk rekening mee. We hebben ook gehoord wat de inbreng van inwoners van de binnenstad is geweest. Bijvoorbeeld over de openstelling van de Friese straat in de avonduren. Nou, daar heb ik ook van gezegd van ja, we zien ook dat dat geen gewenste situatie is. En dus gaat het na winkelsluiting de zaak op slot. Ik denk dat uw raad ook van het college mag verwachten dat er uiteindelijk wel een voorstel ligt. En dat ligt er nu, hoe moeilijk dat misschien ook is. Ik kan toch moeilijk aan u 10 keuzes gaan voorleggen, lijkt me, waar u dan uit zou moeten kiezen. Als dat uw insteek was geweest, had u dat denk ik in een eerder stadium moeten aangeven. Volgens mij hebben we nu gedaan wat uw raad vorig jaar mei van ons groep. De heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik verbaas me even over de woordkeuze van de wethouder die het heeft dan over een keuze. Er is hier een keuze, eigenlijk hebben we het hier over een keuze voor autoverkeer toelaten in de Friese straat of niet, hè. Take it or leave it en de Bentheimstraat. Ze zijn aan elkaar gekoppeld. En het feit dat er gevraagd wordt om geef eens informatie aan wat het zou betekenen als autoverkeer terugkeert in de Friese straat, wil nog niet zeggen dat dan vooraf al een besluit is genomen. Ik heb daar de wethouder eerder op aangesproken, ook zoals die zeg maar in de tekst bij het voorstel is. Overigens zou ik nog wel graag een antwoord willen hebben op de zojuist door mij gestelde vraag, want de wethouder die draait eromheen. Waarom zijn de voorwaarden die het college puntsgewijs heeft genoemd in de tekst bij het raadsvoorstel niet gewoon opgenomen onder het raadsvoorstel? En dan gaat het niet over dat wij 10 punten bij een raadsvoorstel krijgen. De wethouder draait nog niet zo lang mee, maar ik kan u verzekeren dat de raadsvoorstellen in de gemeenteraad van Coevorde soms echt wel meer dan drie of onderdelen bij een raadsvoorstel geven. Graag een antwoord op de door mij gestelde vraag. Ik ga even, voordat ik de heer Stegen weer het woord geef, even na bij de heer Blanken, die zich ook gemeld heeft voor een interruptie. Of dat in het verlengde van dit onderwerp ligt, of dat een heel nieuwe interruptie betreft. Meneer Blanken? Eigenlijk is het wel op de woorden die de wethouder zei, maar niet in het verlengde van deze exact. Oké, dan stel ik toch voor dat de heer Stegen eerst even kan reageren op datgene wat de heer Stoker heeft gevraagd. De heer Stegen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vind dat hier een heel genuanceerd stuk voor ligt. Nou kan bijvoorbeeld D66 wel zeggen, ja, het is heel wollig en er worden heel veel woorden gebruikt. Dat is waar. Het is een lijvig stuk waar heel veel in staat en waar ook wel degelijk onze afwegingen volgens mij goed uit blijken. Ja, je kan erover twisten, dat zou ik dan in de richting van de heer Stoker willen zeggen, of je dat bovenaan bij het besluit op deze manier zou moeten vermelden, of dat je de voorwaarden die je aan het besluit stelt later op in het stuk meldt.
Ik kan u alleen maar zeggen dat ze er klip en klaar in staan, die voorwaarden die het college eraan stelt. In die zin heb ik geen verborgen agenda. Het had verder naar boven kunnen staan, maar het staat gewoon in het stuk en is daarmee ook onderdeel van het besluit. Lijkt me helder, meneer Stoker. Als voorzitter van deze raad, en ik ben toch ook zeker mate verantwoordelijk voor ordentelijke besluitvorming, maak ik u er ook op attent dat dit natuurlijk erop gericht is om uw raad in staat te stellen om een principe uitspraak te doen over dat wezenlijke aspect wat nu voor ligt. En dat u van het college inderdaad mag verwachten dat ze met de door u aangegeven richting verder haar uitwerkende taak op zich neemt. En u opnieuw voorstellen die te maken hebben met al datgene wat hieruit voortvloeit. Zoals ook uit eerdere stukken zaken zijn voortgevloeid. Is al gebleken dat dat ook weer door het college bij u wordt neergelegd. Dus het lijkt mij niet een kwestie van dat het geen zorgvuldig besluit zou zijn. En volgens mij laat deze discussie ook juist zien dat het alleszins een juiste timing is. En zo langzamerhand misschien ook wel de hoogste tijd, gezien de situatie daar, om inderdaad dit gesprek met elkaar te hebben. Ik ga verder in de richting van de gevraagde interruptie van de heer Blanken, want die ligt nog. Meneer Blanken. Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder die noemde net een aantal oplossingen voor de winkels. Hè. Die noemde net iets met een klokkenmakerij. Of, nu lezen we in de media dat de gemeente in gesprek is met de cadeaushop van Cozis om die proberen te verplaatsen. Is dat nu niet net zo'n bedrijf wat de wethouder noemt? Ik kan u niet zeggen wat op dat punt de onderhandelingen zijn. Daar zou ik voor bij collega Brinker moeten zijn, denk ik. Maar in zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat dat soort bedrijvigheid, wat mij betreft, daar prima zou kunnen passen. Helder. Ik stel voor dat u uw beantwoording van de zijde van het college vervolgt. Nou, nee, net op de valreep, meneer Hoedemaker, nog een interruptievraag. Meneer Hoedemaker. Dank u, voorzitter. Maar is dat nou net niet het soort bedrijvigheid dat gebaat is bij klanten die langer in de winkel willen blijven? Die niet even snel om een boodschap willen, maar die zitten te wachten op een beleving. Een klokkenmaker, een jeneverstoker, een bijzondere winkel. Dat soort. Dat zijn toch geen bedrijven die zitten wachten op een snelle boodschap? Ik stel voor dat we hier niet de branchering gaan proberen in te vullen. Ik denk ook niet dat dat datgene is wat de heer Stegen beoogt. Ik stel hem voor om te kijken of hij hierop kan ingaan gedurende de verdere beantwoording die hij heeft begonnen. Meneer Stegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, wat de heer Hoedemaker betreft, volgens mij sluit het een het ander zeker niet uit. Dus bezoekers hebben daar ook zelf een oog voor. Die weten ook van tevoren wel, denk ik. Met welke reden ze een bezoek brengen aan een bepaalde winkel in de stad toe worden. Goed, dan ga ik nu even richting de inbreng van de verschillende fracties. Wat de motie van de PvdA betreft, stel het uit. Daar zou het college geen voorstander van zijn, maar dat zou u waarschijnlijk duidelijk zijn. Pak eventjes kijken. Ja, de Pak werd de vraag gesteld, wat vindt nou het platform gehandicapten ervan? Nou, die zijn absoluut meegenomen hierin. Daar hebben we gesprekken mee. En wat ik heb begrepen, maar ik ben niet zelf bij die gesprekken geweest, is dat daar geen onoverkomelijke bezwaren liggen. Althans, dat is de terugkoppeling die ik heb gehad. Dan richting het CDA, verkeersveiligheid, heel belangrijk. Worden de bewoners van de Schoolstraat nog meegenomen? Ja, absoluut. U moet beseffen dat op dit moment de uitwerking Schoolstraat nog niet in volle omvang is gebeurd. Ik denk dat we vanavond eerst het principebesluit moeten hebben van uw raad of u wel of niet wilt meegaan in de auto. En als u daarvoor kiest, ja, dan is inderdaad de vervolgstap dat wij met de bewoners van de Schoolstraat heel concreet gaan afspreken hoe we daar de inrichting van de straat zullen doen. Als uw raad zegt van wij zien die auto niet zitten. Ja, dan zullen we ook de Schoolstraat ongemoeid laten en blijft het zoals dat op dit moment is. Even kijken. Er is dus wel degelijk naar de inwoners geluisterd, maar ik heb dat tijdens de commissievergadering ook al gezegd. Verbindend besturen is uiteindelijk ook gewoon een rode draad zien in de inbreng. En het is niet de meerderheid, de helft plus één, en dat wordt dan het besluit. D66, het stratencircuit. Nou, ik denk dat dat wel heel erg meevalt. Het is
een kort stukje. Het is s'avonds afgesloten. Het is 30 kilometer. Er lopen hier ook wel eens boa's en agenten rond in de stad, volgens mij. Dus een racecircuit, daar ben ik absoluut niet zo bang voor. De heer Hoedemaker vroeg nog om wanneer de raad om dat onderzoek heeft gevraagd. Daar heb ik denk ik antwoord op gegeven, mei vorig jaar. Hoe moet je dan de uitkomsten duiden? Je hebt onderzoeken waar dan toch een wat verschillende uitkomst in zit. Ik heb u al eerder uitgelegd dat het ook te maken heeft naar welke situatie heb je nu gekeken. Kijk je naar de bestaande situatie of kijk je naar de mogelijke toekomstige situatie? Dat is natuurlijk een heel verschil. Kijk, ik wil niet verbloemen dat als je puur vanuit een verkeerstechnisch oogpunt hiernaar kijkt, ja, dan zou je zeggen van, dan bereik je hier niks mee, dan biedt het geen winst. Maar ik heb u al eerder opgeroepen om ook vooral het bredere plaatje te willen zien. En dan vind ik wel dat je op dit punt een kleine concessie zou kunnen doen, waarbij ik aanteken dat je wel degelijk aan de veilige kant blijft. Het is zeker niet zo dat we qua verkeersveiligheid dan een onvoldoende zouden gaan scoren. Want dan zou dit college ook absoluut dit voorstel in uw richting niet hebben gedaan. Dus we gaan daar bijvoorbeeld een puntje verliezen. Als we in rapportcijfers moeten duiden, gaan we misschien van een 8 naar een 7. Nou, dan denk ik van, dan vind ik een 7. Daar kan ik prima mee leven. Er zijn volgens mij mensen met een lager cijfer geslaagd. VVD zou ik wel bij willen aansluiten van we hebben toch kansen nodig in deze tijden. Het is een kans. De bal ligt voor open doel en het is nu aan de ondernemers om de bal in het doel te schieten. Ja, dat is volgens mij, voorzitter, in de grote lijnen wat vanuit de raad aan het college is gevraagd. Dank u wel. Dan ga ik ruimte geven voor een aantal mensen die zich nog even hebben gemeld. De heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Baast mij een beetje de reactie die de wethouder net geeft op onze vraag als het gaat om het platform gehandicaptenbeleid. Want uit de contacten die ik onder andere met de voorzitter heb gehad op 25 mei, kan ik u vertellen dat het platform inderdaad door ambtenaren, of in ieder geval door een ambtenaar, wel is geïnformeerd, maar dat het eigenlijk al leek alsof het een voldongen feit was. En het platform gehandicapt, of het gehandicaptenplatform in Coevorden, heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven, zo heb ik hem begrepen, dat zij hier natuurlijk absoluut niet voor zijn. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want ze hebben natuurlijk in 2017 die schouw gehouden. Daar was het al, ook zonder autoverkeer, een ramp in de binnenstad als het gaat om mensen met een visuele beperking. Dus ik denk dat de wethouder hier echt verkeerd is geïnformeerd als het gaat om wat het platform gehandicaptenbeleid heeft aangegeven. Daarnaast mis ik in dit geval ook nog de beantwoordingen, voorzitter, waar het gaat om de 2,5 meter en de 1,5 meter samenleving. Waar de wethouder in ieder geval geen antwoord op heeft gegeven. Dus ik zou daar graag toch nog wel even wat meer inhoud van hem willen horen. Dank u wel. Ik ga nog even wat andere collega's van u langs, meneer Stoker. Dus dan begin ik even met de heer Hoedemaker, D66. Nee, dat was een opmerking waar de wethouder al op gereageerd heeft. Oké, dank u wel. Dan inventariseer ik nog even of de heer Blanke nog aanleiding ziet om zijn verzoek tot interruptie. Nee, voorzitter, dat heb ik net al gedaan. Oké, dank u wel. De heer Bouwers heeft nog een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga nog even vragen aan de wethouder. De wethouder heeft in de commissie heeft hij daar wel op geantwoord dat hij positief staat voor appartementen in dat gedeelte. En dat zal ook voor de levendigheid in dat gebied toch wel goed zijn. Ook bent er niet geschikt voor, die pan. Ach, meneer, dat zegt u. Maar, ik wil u verzoeken om via de microfoon, via de voorzitter te spreken. Ik hoor een stem uit het niets komen en anderen horen dat ook. Het publiek kan ook niet raden waar dat dan vandaan komt. De heer Bouwers heeft het woord en als iemand anders het woord vraagt, dan dient dat te gebeuren via de voorzitter. De heer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag was van de gebouwen daar die voor geschikt zijn. Nou, ik heb met een architect gesproken die zegt van dat wel geschikt kan gemaakt worden, dus wat dat betreft. Maar ik wou nog graag de bevestiging hebben van de wethouder als hij daar nog net zo positief over denkt als in de commissie.
Dank u wel, meneer Bouwers. Kijk even of er nog andere behoefte is om nog eventjes, voordat we naar tweede termijn gaan, nog nadere behoefte aan vragen is. En dan hier geef ik de heer Stegen nog de gelegenheid om te reageren op datgene wat zojuist nog is toegevoegd. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Even in de richting van de fractie van het PAK. Mijn informatie is toch echt dat er met het platform gehandicaptenbeleid is gesproken. Dat daar ook de plannen zijn gedeeld en besproken. Ik heb geen reden om te twijfelen aan de woorden van de heer Stoker. Dan moet ik daar toch nog eens nader induiken. Maar het is toch echt de informatie die ik op dit moment heb. En als de heer Stoker documentatie heeft en dan zou dat met mij willen delen, dan hou ik me aanbevolen. En anders dan moet ik daar toch nog eens terug naar dat gehandicaptenplatform. Want ik vind dat absoluut een instantie om serieus te nemen. Dat wil ik in elk geval hier wel uitspreken. Dan de anderhalve meter samenleving. In de commissievergadering kwam ook al aan de orde dat de Friese staat in dat deel een behoorlijke ruimte biedt. Dat biedt niet alleen ruimte voor de auto en beperkt parkeren, maar ook voldoende ruimte nog voor fietsers en voetgangers. En ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat daar niet binnen de gestelde afstanden zoals die nodig zijn in deze coronatijden heel veel mensen met elkaar zouden kunnen verblijven. Dus ik denk dat daar in fysiek opzicht geen enkele belemmering is. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga nog even naar mevrouw Klein-Gunnewijk die zich meldde. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog wel wat vragen gesteld en heb ik nog niet gehoord. De ene vraag is natuurlijk, als de auto te gast komt, hoe wordt er naar het parkeren gekeken? Een half uur of hoe gaat dat? Want voor de doorstroom. En ik had ook nog om het laatste stukje, en VVD ging daar ook in mee, van hoe gaat het verder met de centrumvisie? Want wij zouden de parkeersituaties, die zouden eigenlijk als eerste komen. Wanneer komt dat allemaal dan? Dank je wel. Dank u wel. Dan zie ik nog een reactie van de heer Stoker. En de heer Bouwers mist nog een reactie op zijn vraag over, ik neem aan, de mogelijkheid om tot de realisering van appartementen te komen. Maar ik zie de heer Stegen knikken, dus die had zich dat al gerealiseerd. De heer Stoker nog eventjes dan, om de heer Stegen de gelegenheid te geven om dat ook mee te nemen. De heer Stoker. Voorzitter, dank u wel. Wethouder, ik heb niet aangegeven dat er geen contact is geweest. Maar u gaf in uw zin dat u de indruk had dat er geen overwegende bezwaren waren. En dat bestrijd ik. Het platform heeft bij monden van de voorzitter mij toch echt verzekerd dat zij echt tegen de terugkeer van de auto in de Friese straat zijn. En dat snap ik heel erg goed. Want mensen inderdaad ook met een visuele beperking, die krijgen er gewoon meer barrières bij. Dus ik snap heel goed dat platform in ieder geval die uitspraak heeft gedaan. Dus als de indruk is gewekt dat er geen contact is geweest, dan is dat de verkeerde indruk. Maar het feit dat ze overwegend dat er geen overwegend bezwaren waren, die informatie, die klopt niet. En als u zegt van daar wil ik dan iets van bewijs van hebben of wat dan ook, dan heb ik een telefoonnummer voor u waarbij u de voorzitter van het platform kunt bellen. Dank u wel. Goed, gelukkig zijn we ook nog niet aan de realisering toe. Dus de heer Stegen die krijgt wat mij betreft de gelegenheid als afsluiting dan van deze eerste termijn wat mij betreft van de zijde van het college. De gelegenheid om nog even in te gaan op datgene wat nog is blijven liggen. De heer Stegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toen ik mijn vorige bijdrage afsloot realiseerde ik me inderdaad dat ik de fractie van PPC tekort had gedaan. Dus excuus daarvoor. Ja, de heer Bouwers vroeg even naar appartementen. Inderdaad. Ik zie best in de toekomst op de begane grond winkels komen. En dat daarboven bijvoorbeeld de mogelijkheid voor wonen zou kunnen zijn. En als iemand zegt van ik vind het prima om een bestaand pand om te bouwen tot wonen, ben ik daar ook niet op tegen. Maar als ik afga op wat deskundigen op dit moment zeggen, maar de heer Bouwers is blijkbaar met andere deskundigen, dan is het zo dat die aangeven dat deze panden heel lastig daarvoor zijn om te vormen. Dat heeft ermee te maken dat het veelal grote panden zijn en ook hele diepe panden. En ook is het zo dat mensen die wel op zo'n plek willen wonen, ook toch wel vaak, daar heb je weer, de auto voor hun deur zouden willen hebben. Bijvoorbeeld om even hun gehaalde boodschappen uit te kunnen laden. Dus dat is ook nog een factor. Maar het is niet zo dat wij per definitie tegen het wonen daar zouden zijn.
Dat is wat mij betreft absoluut wel een optie. CDA, parkeren een half uur. Ja, dat is inderdaad zoals wij het zien. De parkeerplaatsen een half uur beschikbaar maken met de parkeerschijf. Er moet natuurlijk ook op gehandhaafd worden. En zodat je inderdaad doorstroming hebt en mensen daar een snelle boodschap kunnen doen. Nou, volgens mij kun je in een half uur best heel veel dingen kopen. Dus dat lijkt mij ruim voldoende. Hoe gaat het dan verder met het parkeren? Ja, dat is dan weer een volgende stap. Daar zijn wel plannen voor in ontwikkeling. Maar dat hangt natuurlijk een financieel kaartje aan. En het is op dit moment gewoon nog te vroeg om dat bij uw raad neer te leggen. Maar ik kan u wel zeggen dat dat wel... Nou, ik vermoed wel in elk geval dit jaar op uw agenda zal komen. Ja, en dan richting PAK nog even. Nou, ik hoor wat de heer Stoker zegt. Nogmaals, ik heb geen reden om te twijfelen aan zijn oprechtheid. Wat ik begrepen heb is dat er wel degelijk contact is geweest met vertegenwoordigers van dat platform. Of het specifiek met de voorzitter is geweest, dat kan ik op dit moment niet beamen. Dat zal ik dan moeten uitzoeken. Maar de suggestie van de heer Stoker om eens een telefoontje in die richting te doen, die wil ik zeker ter harte nemen. En volgens mij, voorzitter, is het ook trouwens zo... Techniek, meneer de Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn tegen het voorstel. Tegen het voorstel. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Sieben. Even weer opzoeken. Ja, mevrouw Sieben. Dank u wel. De fractie van de VVD is voor het voorstel. Ik dank u zeer. En last but not least, meneer Bouwers van de PPC-fractie. Henk Bouwers, PPC Koevoorde. Wacht even, je viel nu weg. Nog een poging, Henk. Er is toch iets... al het goede komt in drieën om de Bijbelse uitspraken nog maar even te herhalen. Ja, dat is een mooi moment daarvoor. Ja. Voor die Bijbelse uitspraak. Goed, ben ik nu te verstaan? Jazeker, nu wel. Ja, oké. Okay. Nou, dan moest er toch wel bij onze tekst aan te pas komen. Ja, goed. Goed. Henk Bouwers, PPC Koevoorde tegen. Tegen, oké. Okay. Dank u wel. Daarmee zijn de stemmen van de raadsfracties opgehaald. En dat betekent dat de conclusie kan zijn dat dit besluit zoals voorgesteld met 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen is aangenomen. Goed, daarmee, dames en heren, zijn we aan het eind van een langdurige behandeling met de nodige technische hobbels die we hebben overwonnen. Vraag me niet hoe. Aan het eind gekomen van de behandeling van het eerste bespreekpunt. Maar dat lijkt me tegelijkertijd wel te legitimeren dat we even stilstaan bij de rest van de agendapunten. Nou heb ik begrepen, ik verifieer dat graag even, is dat voor een besluitvorming over de aanpassing van de APV en die actualisatie, daar is wel behoefte aan. Dat de reden voor het PDA om dit te willen agenderen als bespreking eigenlijk is om een statement te maken. Dat zou kunnen betekenen dat we met een heel korte behandeling hiermee klaar zouden kunnen zijn. Maar als u daar geen fiducie in heeft, dan moeten we besluiten het te verdagen. Daarmee wordt het niet makkelijker, want de agenda's in de toekomst die hebben ook een redelijk gevuld karakter. En het is niet gezegd dat daarmee de avonden sneller verlopen. Ik zie ook dat de VVD zegt, we hebben dan ook wel wat bij te dragen, want die waren natuurlijk oorspronkelijk ook degene die hadden gesuggereerd, zouden het niet een bespreekpunt moeten maken. Dus die gelegenheid wil ik wel bieden natuurlijk, want u heeft dat als raad voor het zeggen. Als de overheersende insteek is vandaag, en ik proef dat een beetje, dan zou wat mij betreft dat inderdaad ook een aanvaardbare conclusie kunnen zijn. En ik kijk ook even naar de indiener, de aankondiger van de in te dienen motie over het onderwerp rekenkamers, een algemeen onderwerp. Want dan is bij deze dus het besluit gevallen om het onderwerp APV-aanpassing te verdagen. De motie over het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers, want dat staat boven het stuk wat de heer Boy heeft aangekondigd. Ik geef hem graag even de gelegenheid om daar iets over te zeggen. Dank u wel, voorzitter. Kunt u mij even...